Het idee is simpel. Twee goaltjes, twee vlaggetjes en één orakel. En dat is Bert, nog vernoemd naar de vorige bondscoach. Hij is onrustig, hij heeft er zin in. Hij heeft er zin in. De eerste wedstrijd van het WK natuurlijk. Heeft er zin in. Hij weet de uitslagen van de wedstrijden al, maar moet het alleen nog duidelijk maken aan ons. En dat is het probleem, de interpretatie. Dat is natuurlijk altijd het probleem, dat is bij Johan Cruijff ook. Hè? Dat is ook een orakel, maar dat is ook altijd meer de vraag van hoe je dat gaat interpreteren. We zullen zien, we kunnen zeggen, kijk, als je hem niet erg vindt, zet ik hem even erin, want hij wordt heel erg onrustig. Is goed, hij heeft er zin in. En daar gaat Bert dan voor de eerste wedstrijd, Spanje-Nederland. Hij moet nog opwarmen, draalt wat rond, speelt met de camera en rent dan naar het Spaanse doel. Ja, ik schrok er een beetje van, maar ik weet niet of ik ervan moet schrikken. Nee, ik zelf ook wel. Ik ben natuurlijk van Nederland. Ik baal er zelf ook van, maar ja, het orakel valt niet te controleren. En dan is het tijd voor de voorspelling van de wedstrijd tegen Chili. Bert is nu een stuk zekerder en brengt ons het goede nieuws. Kijk, Nederland. Nederland is het. We zullen zien, we weten nog niet wat het betekent. Of Nederland wint, of er wordt gescoord in een Nederlandse doel. Nou, wij weten het al, of hopen het te weten, want ook bij Australië twijfelt Betje dus niet. Dus als we verliezen van Spanje en de andere twee wedstrijden winnen, dan zijn we gewoon door naar de volgende ronde. En daar tekenen we toch voor.